Die Heuwels Fantasties het beslis geen bekendstelling nodig nie, want die muziekgroep het reeds vanaf 2008 die muziekwereld aan hulle voete. Nie net is hulle die eerste suksesvolle Afrikaanse alternatieve pop-rockgroep in die land nie, maar hulle word ook beskou as muziekbaanbrekers van hulle generatie. Nou is hulle splinternieuwe album, OK, hierso. Huisgenoot het by die manne van die Heuwels gaan in loer. OK! Vandaag een jaar terug het ons, die Heuwels Fantasties, ons album begin skryf. Ons is in Vleesbaai voor een week, ons het ons emoties laat gaan, ons het uitgespan, en toen was ons Sunset Studios. Alhoewel die liedjes nog nie klaar was nie, het ons daar so half, terwijl ons het opgeneem en het klaar geskryf, en die hele proces was eindelijk nog ons baie organisch geweest. Dit is vir my baie lekker dat ons vijfde album daar uit is. Ja? Ja, ek is trots op. Okay. Ek is trots op julle ouens. Five albums. Ons was geseend genoeg dat ons vier vorige albums allemaal goud gegaan het. Ek is nogals geïnteresseerd om te zien hoe die mensen gaan reageren op hierdie nieuwe album. Ons is redelijk trots daarop. Alle die liefde, die eerste enkelsnit van die album af, het, was redelijk goed ontvang. Maar ik denk dat is nog een hele paar verrassings wat wacht op die luisteraars. Akkoord. Ja, ouds, ons gunsteling liedjie is Cool Boy, en ons twee redes vir dit. Die eerste rede is Janine Netlings speel die klavier soos 'n engel op die liedjie, en ek dink sy het regtig die liedjie in 'n ander vlak toe gevat. En die tweede rede daarvoor is JR, is 'n goeie vriend van ons wat ook saam met ons opgeneem het, en ek dink hy het ook 'n baie unieke en ongelooflike energie na die song toe gebring. Wat sê julle? Absoluut. Het is mijn gunsteling. We were in the studio for 2 months and basically braaid every single day. Fred, kom niet vatten. Excuse me, kom maar op. Zo, ons goede braai choppen, bratworsten, boerenworsten, steaks, hoeners. Hoeners het 5 keer ook gebruikt. Ons nieuwste album, OK, met de uitroepteken is. Het is een redelijke diverse album en ik denk dat het verschil ook redelijk waar van ons vorige albums. Maar eindelijk denk ik al die albums verschil van elkaar. En ik denk dat het een redelijke goede samenvatting van ons gemoedstoestand. Laster ons bij de bar. Ik denk blij. Laster ons bij de bar. Dangles with life, lost at home's very far. Ek dangles with life, ek sal wel weet wat jy was dit vir my. Ek dangles with life, dangles with life, dangles with life. Nice, man.